We gaan naar Ferry Mingelen in de Tweede Kamer. En Ferry, is het al eerder gebeurd dat het debat over de regeringsverklaring is uitgesteld? Ja, voor zover ik weet niet. Het is inderdaad heel raar dat morgenavond deze Kamer en met name ook vak K achter mij geheel leeg zullen zijn. Terwijl er normaal natuurlijk een enorme rumoer is. Het is niet zomaar een uitstelletje. Het is in feite een motie van wantrouwen van de oppositie. Bijvoorbeeld al tegen dit kabinet. Na al het gedoe rond die koopkrachtcijfers vertrouwen de oppositiepartijen de cijfers van het kabinet niet meer. De cijfers van het Centraal Planbureau, de cijfers van Sociale Zaken. Ze eisen dus dat onafhankelijk onderzoek. Hoe makkelijk kan je het de oppositie maken, zou je dan zeggen. Die kans laten ze niet lopen. Gisteren sprak de minister-president erover dat er maximaal 4% koopkrachtverlies zou zijn met uitschieters. Maar uit de stukken van vandaag blijkt dat voor 2,7 miljoen Nederlanders gaat gelden dat ze er 5 tot 10% of zelfs meer op achteruit zullen gaan. Ik heb de brief van het kabinet ook gelezen, net als de heer Buma en mijn collega's. En ik ben inderdaad ook geschrokken van de inhoud van de brief. Volgens mij snappen de mensen er thuis helemaal niks meer van. De oppositie vindt de koopkrachtplaatjes van het kabinet niet duidelijk genoeg en wil een onafhankelijk onderzoek naar de effecten van het regeerakkoord. Mijn vraag zou zijn om als Kamer dan, nu het kabinet daar blijkbaar niet toe bereid is, het NIBE te vragen dat onafhankelijke onderzoek te doen. VVD en PvdA geven toe en het debat wordt uitgesteld. Dan lijkt het mij verstandig om al die informatie mee te trekken. We één debat hebben waar alles aanwezig is. En dan doen we het op volgende week, dinsdag, woensdag. Meneer Samson. Ik sluit me daarbij aan. Laten we het dan maar gewoon helemaal doen. Met het nieuwe onderzoek. Dan heeft niemand meer wat te vragen. Althans, dat hoop ik dan. En dan beginnen we gewoon dinsdag met het debat. Ferry Buma van het CDA zei het net. Het Nibud gaat op verzoek van de Kamer zelf onderzoek doen. Wat moeten zij precies onderzoeken? Ja, ze gaan dus ook die koopkrachteffecten onderzoeken, waar de cijfers van Sociale Zaken en Centraal Planbureau ongeveer gerekend. Gaat het Nibud dat met 100 categorieën doen? Nou, daar hebben ze 150 varianten voor. Allemaal heel ingewikkeld. Ze hebben de medewerking en de cijfers nodig van het Centraal Planbureau en van Sociale Zaken. Volgende week dinsdag denken die berekeningen te kunnen maken. Terwijl het kabinet zelf steeds zegt van ja, voor die details, daar moeten we nog allemaal besluiten over nemen. Dat kan pas rond de kerst of misschien zelfs in maart het geval zijn. Dus de grote vraag is, als die stukken dan maandag naar de Kamer komen met die 100 verschillende gevallen, of de helderheid en de duidelijkheid die zo gewenst is, er dan ook werkelijk in te vinden zal zijn.